De laatste jaren grijpt Linda de Mol alleen maar terug op oude successen, dus het is best een verrassing dat ze deze week een nieuwe reality quiz aankondigde. Een nog grotere verrassing is dat ze die niet gaat presenteren op haar eigen SBS6, maar bij concurrent RTL4. Dat is voor producent John de Mol een betere etalage voor internationale verkoop. Volgens Tina Nijkamp, de oud zenderbaas van SBS6, is dit de opmaat naar meer. Ze wijst erop dat Gooise Vrouwen nu ook meer een RTL-serie is dan een SBS-serie. Het lijkt dus onderdeel van een grotere deal tussen John en RTL. Ik denk daarom niet dat Linda ooit nog een nieuw format op SBS 6 lanceert, zegt ze. Bart Ettenkoven, showkenner van Show Nieuws, heeft Linda telefonisch naar precies die speculatie gevraagd en zij ontkent. Nou, dat kan ik echt volmondig tegenspreken. Nee, absoluut niet. Dat is zeker niet het idee. Ik heb gewoon een contract bij SBS en daar blijf ik ook. Waarom is deze show volgens Linda te zien bij RTL? Wilde John het niet bij SBS? Hij wilde het wel hebben, hij vond het meteen heel leuk, was heel enthousiast. Maar er wordt natuurlijk ook gekeken naar waar gaat zo'n format het best tot zijn recht komen. Bij SBS hadden ze zoiets van: Het is een hartstikke leuk format, maar of het voor onze doelgroep geschikt is, dat weet ik niet. Wij denken allemaal dat dit het beste past bij RTL4, gevoelsmatig. Begrijpt Linda wel dat dit tot speculaties leidt? Nou ja, omdat het niet zoveel voorkomt. Iedereen vindt het fijn als duidelijk is, die gezichten horen bij die omroep, dus ik snap dat het een beetje verwarrend is, maar ik vind het heel leuk dat het kan. Ronald Molendijk vindt de uitleg van Linda heel duidelijk en begrijpt Tina niet, hoezo maak je dan die hink stapsprong van: dan gaan miljoenenjacht, Gooise vrouwen en Linda de Mol ook naar RTL 4. Het is ook wel een beetje gek, zegt shownieuwsgezicht Manuel Venderbos. Wat wel opvallend is, als je het vergelijkt met voetbal, dat halverwege het seizoen de spits van Ajax opeens met Feyenoord mee gaat doen. Bart, ja, maar ook nog wel bij Ajax blijft spelen. Manuel, ja, dat is toch gek? Bart, je merkt wel dat die grenzen een beetje vervagen. Angela de Jong denkt dat RTL-ster Chantal Jansen er niet blij mee is dat Linda terugkeert, en dat idee heeft Bart ook. Ik kan me voorstellen dat de Chantal Jansens van deze wereld toch even met in elk geval opgetrokken wenkbrauwen hebben gekeken naar dit nieuws. Als Linda wordt gevraagd of ze dit allemaal voelt als Linda is back, besluit ze: ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben er weer. Laat ik het zo zeggen. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Ook weer aan interviews geven en überhaupt aan positiviteit moet ik wennen. Hahaha, ha, ha. dat is hartstikke leuk. Daar word ik heel blij van.